dames en heren, Sven Helleman. Goedemiddag, dames en heren. Wat fijn dat u in deze verzengende hitte naar Den Haag bent gekomen. Ik heb het genoegen om hier dichtbij een kantoor te hebben. Ik zal hem iets dichterbij houden. En u heeft mij ooit horen zeggen dat ik geen voorstander ben van demonstreren. Maar toen Ferdinand mij belde met de opmerking, dit is een verbindingsdag, dan zeg ik natuurlijk, ja, dan kom ik. Want het is uw bereidheid om te verbinden met wie u zelf bent en de andere mensen om u heen. En waarschijnlijk met de belangen van uw dierbaren en het land waar u van houdt en de wereld waar u van houdt, die ervoor zorgen dat u een vrije zaterdag opoffert om hier naartoe te komen en met elkaar te zeggen, wat is er nou eigenlijk aan de hand in Nederland? Zeker, Sven. En wat ik graag met u zou willen doen, is misschien wat ongebruikelijk. Want ik wil wel eens een beetje formeel zijn en ik wil wel eens een beetje belerend zijn en ik ken alle kritieken en die zijn ook allemaal helemaal terecht. Want ik ben ook maar een amateur. Overigens, net zoals die jongens die daar hier zeggen dat ze onze regering zijn, dat zijn ook amateurs. Dus ik geef ze het voordeel van de twijfel en ik hoop gewoon dat het onkunde is en geen onwil. Maar daar kunnen we zo onze vraagtekens bij zetten. Dat doen we een andere keer, want we zijn hier vandaag op een hele bijzondere dag in Den Haag. En ik denk dat niet heel veel mensen zich gerealiseerd hebben dat het vandaag 15 augustus 2020 is. En 15 augustus is een bijzondere dag, want exact 75 jaar geleden, exact 75 jaar geleden vandaag, eindigde de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. Dat was een officieel moment waarvan men zei, zo, nu is de oorlog op Nederlands grondgebied geëindigd. Maar toen begon de volgende onderdrukking en de volgende ellende voor heel veel mensen aan deze kant van de wereld en aan de andere kant van de wereld. En wat ik heel erg graag van u zou wensen, en ik hoop dat ik dat mag verzoeken van u, is ik zou iets willen doen wat vandaag niet mag. Er is namelijk een officiële herdenking van alle doden en mensen die gesneuveld zijn en gestorven zijn voor de vrijheid. Maar bij die dodenherdenking mogen geen mensen aanwezig zijn vanwege de regels van onze nieuwe onderdrukkers. En die spoedwet die eraan komt, en meneer Pols heeft het daarover gehad, dat is, ik ben dan helaas jurist, het spijt me, is een gedrocht van een wet. Echt waar, het is gruwelijk. Maar die wet is nog niet van kracht. U staat hier, dicht bij elkaar, en ik vermoed dat er heel weinig mensen met klachten de komende weken op een intensive care afdeling zullen belanden. En als jurist zeggen wij altijd, wie stelt moet bewijzen. Nou, u bent het levende bewijs. Over die zogenaamde onzinbesmettelijkheid waardoor al uw vrijheden worden afgepakt. Maar, omdat wij ons kunnen verbinden met elkaar en omdat ik degene die onze onderdrukkers zijn, en daarover zal ik zo meteen nog iets anders vertellen en ik hoop daarbij op uw hulp, zou ik van u één ding willen vragen. Zou u, plaatsvervangend, omdat u wel verstand heeft en omdat u wel een hart heeft, zou u met mij samen 1 minuut stilte in acht willen houden voor iedereen die in de afgelopen 75 jaar en tijdens die verschrikkelijke oorlog
die ook al barstens vol propaganda en leugens zat. Zou u met mij 1 minuut stil willen zijn voor iedereen die zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid? En ik zal u 1 ding zeggen. Ik eer hen louter door u te beloven dat ik bereid ben te sterven voor uw vrijheid. En dan vraag ik u nu 1 minuut stilte voor iedereen die dat offer reeds heeft gelegd voor ons. Dank u wel. Te zeggen. Want aan de randen van dit veld staan agenten en op dit moment geen militairen. En voor hen heb ik het volgende geschreven, want zij zijn degene voor wie we het ook moeten doen. Dus geeft u mij een moment. Beste handhaver van de wet, agent of militair, dienaar van het Nederlandse volk, ook voor u als mens verscholen in het uniform, is het van belang te denken en vooral te voelen deze woorden van diepe liefde die ik u toespreek. De wetten die u uitvoert worden aangepast voor de belangen van een kleine groep. De bevolking die u zegt te dienen, agent of militair, wordt door die zogenaamde elite uitgemolken, dom gehouden of dom gemaakt en gezien als onderpand, product of nutteloos vlees. Mensenlevens zijn voor hen statistiek en uit te drukken in economische waarde. Ook u, met uw veel te lage salaris voor uw zo belangrijke werk, wordt gezien als kostenpost. Momenteel bent u agent of militair nog noodzakelijk, maar ook u wordt vervangen door computers en systemen. U geeft aan alleen maar uw werk te doen, indien gevraagd naar het waarom. Maar ontslaat dit u en uw ziel werkelijk van de verantwoordelijkheid om zelf na te denken? U zal samen met zorgpersoneel bij de eersten zijn die geïnjecteerd worden met een vaccin dat onmogelijk kan dienen tot bescherming tegen een virus dat vrijwel direct muteert. U bent daarmee feitelijk een proefkonijn. Joost mag weten met welke ellende de naalden zijn gevuld die uw aderen zullen doordringen. Wij adviseren u, lees de bijsluiter voor gebruik. Wij maken ons zorgen om onze vrijheden, maar juist ook om de uwe. Wij bekommeren ons ook om uw toekomstige gezondheid en indien u ze heeft, om uw kinderen en uw toekomst. Wij voelen met u mee, met uw ziel en met uw lichamelijke gezondheid, welke bedreigd worden door dezelfde mensen die u zegt te dienen en die u kunnen inzetten omdat zij met bijgedrukt en gestolen geld uw schamele salaris iedere maand betalen. Wij voelen met u mee de korte pijn die u zal ervaren van het prikje, maar de lange termijn pijn die daarop zal volgen. Wij voelen met u mee tijdens uw ziekte na injectie en met de eventuele dood van collega's na injectie. Ook wij wilden niet zomaar accepteren dat onze overheid het slechte met ons voor had. Maar na alles, alle leugens van de afgelopen maanden,
kunnen wij niet anders concluderen. U dient een tiran. U bent de sterke arm van een kwaadwillende entiteit. Vraagt u, agent en militair, zich af wie u dienen wil. Wij vragen van u iets ingewikkelds, namelijk om de weg van het geweten te bewandelen. Tijdens die reis wensen wij u, agent of militair, veel succes en wij spreken onze overtuiging uit dat u de juiste keuzes zal maken. Hoewel wij ons door u onderdrukt en bedreigd voelen, omdat u de tiran dient die zijn kracht ontleent aan duistere praktijken waarvan u ook zou walgen als u het bewijs zou zien, spreken wij naar u, de mens achter het uniform van angst, onze liefde en eeuwige vriendschap uit. Wij geven om u, wij vragen u, leg uw uniform af, bescherm uzelf. Dank u wel. Wij vergeven hen die ons kwaad doen. Wij bieden u onze dankbaarheid, respect en liefde aan. Wees voorzichtig met uzelf, met uw dierbaren en met ons. Alsjeblieft. Thank you.